Acconi heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur het startsein gegeven voor de bouw van praktijklokalen voor het LBO. Dit gebeurde op donderdag 31 oktober. Met de bouw van deze lokalen wil de overheid tegemoetkomen aan de wens van leerkrachten, leerlingen en ouders om dicht bij huis van beter onderwijs te kunnen genieten. En als we investeren in jonge mensen en daarbij naar een bank moeten gaan om te lenen, dan doen we dat ja. Want die jonge mensen, die zijn het 100% waard. Het is een geweldig moment, historisch. We hebben ernaar uitgekeken. De nieuwe logo die we voor boven Suriname hebben ontworpen, daarop staat een leus op naar grotere hoogten. Als we dit soort dingen zien, dan zien we dat we echt op weg zijn naar grotere hoogten. Onderwijs is de basis van de ontwikkeling van de mens. En we weten dat de VUI-school gedeeltelijk opvang biedt aan LBO-kinderen. Maar de afgelopen periode was het slechts de eerste klas die hier geaccommodeerd kon worden omdat de vaklokalen er niet waren. Nou, met de komst van deze vier lokalen weten we dat we verzekerd zijn dat de kinderen door kunnen gaan. Want de afgelopen periode gingen ze naar de eerste klas en dan moesten ze naar de stad. De ouders wilden of ze wilden niet. De kinderen moesten naar de stad en ouders die dat niet, zich niet konden permitteren, nou, dan keerde dat kind dan maar naar het dorp terug. Dat was zo jammer. Dus nu met de komst van de vier lokalen zijn we verzekerd van praktijkonderwijs in boven Suriname. Geweldig. Met technisch en beroepsvorming zullen we in het nieuwe curriculum wat we nu aan het ontwikkelen zijn voor de vijfde en de zesde klas lagere school, groep 7 en 8, gaan we dat al integreren. Dus, want je ziet hoe weinig jongens er eigenlijk nog overblijven, maar die vallen meestal als ze uitvallen vierde, vijfde klas. Dus we willen die jongens behouden door ze ook nogmaals die interesse voor die technische en beroepsrichting al aan te wakkeren. Dat ze kunnen doorgaan. En voor de meisjes ook. He, nogmaals, ik ben er niet zo lang achter gekomen dat het zelfs een van de regels of de maatregel is binnen mijn bureau beroepsonderwijs om meisjes maar een bepaalde richting op te sturen. Ik denk dat kan toch niet. He? En ik heb de vertegenwoordiger van het bureau ook direct erop gewezen. Ik zeg wanneer wij praten over technisch en beroepsonderwijs en trainingen. Dat is voor iedereen. En daarom ben ik blij dat ze hier de architect hebben, die vrouw. En dat degene die belast is met de begeleiding van de hele bouw ook een vrouw is. Hè? Dus, en wij praten over gelijkheid. Dus ook die gendergelijkheid binnen het beroepsonderwijs. Daar vragen we heel veel aandacht voor. Waarin ze gaan investeren. En we hebben alle vertrouwen in dat ze het gaan maken. Weet u ook al zeker dat de garantie er is voor terugbetalen van die lening. Want die spin-off, de D70 wordt gebruikt, die we zullen hebben. Niet alleen hier op Acconi, maar die hele omgeving in boven Suriname. Waar ook de families van zullen profiteren, is enorm. We moeten niet blijven kijken, klein, koker kijken, en niet kijken naar de dag van vandaag. Want we zijn eigenlijk al bezig met de uitvoering van de Human Resource Development Strategy 2030. Wat is nou belangrijk van die strategy? Kwaliteit van ons onderwijs. Dat willen we. En
Ik kan u zeggen, mevrouw Nordhout zit hier, want zij is mijn beleidsadviseur, speciaal voor technisch en beroepsonderwijs en training. Want bepaalde dingen gaan niet zoals ze moeten om daar te komen met wat het betreft die kwaliteit. Wanneer we investeren, daar investeren we heel breed. Het tweede heeft te maken met bereikbaarheid. Jullie zijn de eerste. De eerste van die praktijklokalen die gebouwd gaan worden, verspreid over Suriname. En ik feliciteer jullie, want ik was al op Apura om te kijken, want daar komt er ook een, maar jullie hebben ze gewonnen. Dus, Apura wordt de tweede. Maar we zijn dus in verschillende gebieden van Suriname bezig. Zodat het bereikbaar is voor de jonge kinderen, de jonge mensen in die omgeving. Zodat je in je eigen omgeving onderwijs kan krijgen, kwaliteitsonderwijs. En dat je ook aan kan geven wat je nodig hebt. Want jullie moeten dat doen, hè. Die technische en beroepsmogelijkheden, er zijn meer dan 70 curricula. We gaan afstappen van die traditionele, hoeveel hebben jullie? 8? Ja, come on. We bestaan al meer dan 70 en wij doen het met 8? Kan niet. Jullie gaan aangeven, maar we willen niet deze, maar we willen deze, want daar hebben we meer aan. Want hier, Pokigrong, die mensen bakken brood. Of jullie zingen zo prachtig. Misschien wil je hier een recordingstudio neerzetten. Ik weet het niet. Of gaan jullie in de filmindustrie? Of willen jullie iets met ICT doen? Vertel me wat je wilt.